En een zee van halve garen werpt zich erop en komt daar met zijn belachelijke ideeën, vooroordelen, kleingeesterij. Het is diep, diep treurig. Je wordt, als je nou ergens gedeprimeerd van kunt worden, is het wel van het medium Twitter. Dag Maarten en Tom, Erik hier uit Amsterdam. Ik zat laatst in de auto heerlijk naar jullie podcast te luisteren. En tot mijn verbazing spreekt Maarten opeens een scène uit Tolstoy's Oorlog en Vrede uit. Nou ja, dat Maarten precies die scène eruit pikte, vond ik echt zo'n fantastisch moment. En nu denk ik, zou het niet interessant zijn als Maarten het leuk vindt om een keer een boekenclub boek uit te zoeken. Die doen we dan met de luisteraars allemaal lezen. Daar nemen we geruimde tijd ervoor. En dan gaan we die een keer bespreken. Nou, lijkt mij hartstikke leuk. En in ieder geval bedankt voor de podcast. Het is awesome. Kunt u mij horen? Volg ons ondertussen op Apple Podcast door te klikken op het plusje op de pagina waar je deze podcast luistert. En op Spotify kun je klikken op volgen en het belletje. Al moet ik, vind ik, ook wel even aandacht besteden aan een karakteristieke uitwas van de Amerikaanse samenleving en cultuur. Namelijk dat die gek van een Musk, dat die Twitter gekocht heeft, dat kan. Dat is natuurlijk een ja, dat is zo'n abjecte misstand. Dat ja, ik heb het daar ontzettend moeilijk mee. He, dat deze schetsfiguur, ja, een briljant zakenman, oké, maar dat zegt verder niks over zijn politieke opvattingen, die zijn bij mijn weten niet al te fris. Ja, maar dat die man dus gewoon zo'n even, daar zie je het enorme gevaar aan van de social media als, laten we zeggen, als zakelijke instelling. Het zijn gewoon bedrijven die winst moeten maken. Overigens heeft Twitter nooit veel winst gemaakt. Het was commercieel gezien, was Twitter nou bepaald niet een succes. Maar goed, heeft er toch 44 miljard voor betaald met het idee, iedereen moet daar kunnen zeggen wat hij wil. Hij ziet dat eigenlijk als een democratisch beginsel. Zonder volgens mij geteisterd te worden door enige vorm van benul. Niet waar, hoe dat eventueel gelimiteerd zou moeten worden. Ja, hij zegt wel wanneer voor zover de grondwet dat toelaat. Ik bedoel, gaat hij dat controleren of zo? Want ja, iedereen begrijpt natuurlijk dat die Trump weer terugkomt. Wat net zo betrekkelijk rustig was geworden op dit punt. Dat die lulkoek van Trump en ja, allerlei andere. Kijk, we hebben het al eerder gehad over die sociale media. Die zijn een plaag. Dat is een etterende wond in onze samenleving. Godzijdank is er nu in de EU wel wetgeving in de maak om die lui enigszins tot de orde te kunnen roepen. Dat kan wat mij betreft nog weer veel verder gaan. Ja, je mag niet oproepen tot het gebruik van geweld. Ik vind ook dat media waar systematisch en opzettelijk gelogen wordt over vrijwel alles. Ik vind dat daar paal en perk aan gesteld moet worden. Want dat is niet bevorderlijk voor de democratie. Hè, omdat Twitter was bij uitstek een medium waar het allerslechtste van de mens naar boven kwam borrelen. Nou, dat is tot op vandaag het geval. Als ik even naar mijzelf kijk, heb ik eigenlijk op Twitter over mijzelf dingen gelezen waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat mensen zulke lulkoek verzinnen? Maar dat staat er allemaal op. Wat las je dan? Nou, dat was verteld dat ik een CIA-agent was. Ja. Propagandist van de NPO, Stalinist. Ik weet niet wat voor onzin er niet allemaal op heeft gestaan. Ik bedoel, het is zo klaar als een klontje. Kijk, ik ga er vanzelf van hoesten. Zo klaar als een klontje dat Twitter in allerlei opzichten natuurlijk een verzamelplaats van psychopaten is. En allemaal anoniem, hè? Vrijwel altijd anoniem, ja. Dat is natuurlijk ook de kracht van het internet, dat iedereen daar fijn anoniem kan schelden. Nou, we weten hoe Facebook, wat er voor ellende dat veroorzaakt heeft, ook op politiek terrein, ook in de Verenigde Staten trouwens, uitgebreid misbruik van gemaakt door Poetin en zijn konijntjes. Nee, we moeten die social media, die hebben dus een belangrijke maatschappelijke functie. En ik vind dat die zich ook uit hoofden daarvan ook moeten gedragen als media die een belangrijke maatschappelijke functie hebben. Als morgen de NRC bijvoorbeeld op de voorpagina heeft gestaan, staat van,
het is toch waar dat Van Rossum een levensgevaarlijke agent van, nou noemen ze iets zoals een rare organisatie, ja dan moet je daar toch iets aan doen. Alleen, wat moet je van aan die onzin op Twitter doen? Ja, het is Twitter, hè. Dat is wat de meeste mensen denken die natuurlijk het slachtoffer zijn van Twitter-beschuldigingen. Dat je denkt, ja, ze zijn gek. Dat denk ik ook, maar je bent niet goed snik. Het staat daar, god, kijk er maar naar. Allee, ik moet zeggen, je wordt ook vaak gecomplimenteerd op Twitter. Er zijn heel weinig Twitteraars die zeggen, ach, Van Rossum, kan eigenlijk niks schelen. Maar nu met Koningsdag zie je het ook, hè? Die dochter van Willem-Alexander, die wordt constant op haar figuur aangesproken. Nou ja, dat is typisch Twitter. Dat het gaat altijd over je kleding, hoe je neus eruit ziet, of je gebit wel in orde is, wat voor schoenen je aan hebt. Nou ja, dat geeft al het gekroonde onbenul aan wat er natuurlijk heerst op Twitter. Het is ook vaak, zijn de boodschapjes, zijn kennelijk het werk van praktisch analfabeten. Ja, dat je ook helemaal niet begrijpt wat er staat eigenlijk. Nee, Twitter, als er nou één... Als je nou wilt demonstreren dat wij leven in een, even afgezien van de kritiek die je kunt hebben op een aantal dingen in Nederland, leven wij in een heel redelijk land. En je geeft de mensen een heel redelijke vrijheid om zich te uiten voor iedereen toegankelijk sociaal medium, in dit geval Twitter. Maar hetzelfde geldt in feite ook voor Facebook en je schijnt nog allerlei andere dingen te hebben waar ik geen verstand van heb. Telegram of zo. En dan heb je voor de kleintjes hebben we TikTok. Dat is natuurlijk helemaal van een droevig soort van stomzinnigheid. Daar zie je dan dus. De ruimte wordt geboden. En een zee van halve garen werpt zich erop. En komt daar met zijn belachelijke ideeën, vooroordelen, kleingeesterij. Het is diep, diep treurig. Je wordt, als je nou ergens gedeprimeerd van kunt worden, is het wel van het medium Twitter. En dat wil dus deze Musk eigenlijk, zelf een groot verbreider van kletspraat, suggesties, onzin. Ik weet niet hoeveel volgers die niet heeft, het is indrukwekkend. Die wil dat dus allemaal de vrije loop laten. Ik zou zeggen, hup EU, stel er paal en perk aan. Zorg dat je dat juridisch op orde hebt en dat we dat kunnen reguleren. Waarom wil hij het eigenlijk hebben? Want om die reden die jij net schetst, hè, meer vrijheid, et cetera. Volgens mij vooral om er zelf fijn op los te kunnen gaan. En wat heeft hij daaraan? Nou, kan nu Twitter toch ook... is natuurlijk juist de laatste 1-2 jaar ook vanwege het Trump-probleem. Is Twitter wat scherper opgetreden tegen lieden die kletspraat Wilders verbreiden. Wilders was ook even geblokkeerd. Wie? Wilders was ook even geblokkeerd. Ja, die had ook weer kletspraat. Nou goed, het is zijn hele politieke carrière is gebaseerd op kletspraat. Maar hij is nu weer gedeblokkeerd. Ja, dat mag. En Twitter had een fout gemaakt, schreef hij. En ze hadden hun excuses aangeboden. Zo. Nou, ik zou zeggen dat iemand die beweert dat wij hier, dat omvolking... op korte termijn dreigt, inclusief het idee van de islamisering van Nederland, ja, is een fantast, een leugenaar, een paranoïde gek. Je kunt er van alles van maken. Alleen is dat niet meer gebruikelijk, want Wilders zijn we zo aan gewend geraakt. Ja, het is een beetje een wonderlijke kabouter en laat hem zijn gang gaan. Nee, maar in feite is hij... We winden ons dan nog op over Thierry Baudet en zijn kletspraat, maar Wilders in alle opzichten heeft precies diezelfde kletspraat verspreid sinds die voor zichzelf is gaan werken als politicus. Maar nog even over Musk, want die heeft dus nu, ja, je vraagt je ook af wat enorm veel geld voor zo'n Twitterbedrijfje. De koers daalde ook. Ja, ik begreep dat het enorm overbetaald was, maar ja, hij hoeft alleen maar een deel van zijn Tesla-kapitaal te verkopen. Ja. Wat natuurlijk ook veel te dat bedrijf, dat is gewoon meer waard dan alle andere autofabrieken bij elkaar of zo. Dat slaat nergens op. En dat, je weet, je moet Wall Street niet serieus nemen. Dat weet iedereen. In deze tijd dat je je spaargeld natuurlijk geen moer verdient, sterker nog, je wordt gestraft voor sparen. Gaan mensen die gaan naar de beurs. Ik begrijp ook veel jonge mensen die gaan ook beleggen. Het is een risicovolle onderneming. Zorg dat u een boekje leest hoe je het doen moet. Dat is wel erg verstandig. Maar ik zou vooral zeggen, als u met kleine bedragen gaat beleggen, doe dat niet. Hmm.
Maar je verwacht wel dat Trump weer toegelaten wordt nu op Twitter? Ik zou mij totaal niet verbazen, ja. Mm. Want je had het over politieke opvattingen van Musk, maar wat vindt hij dan bijvoorbeeld, politiek gezien? Nou, wat ik daarover gelezen heb, is dat hij is een soort libertair, dus het is de extreme vrijheid. Die zij dan als democratie beschouwen, maar dat is het soort van vrijheid, we hebben het volgens mij eerder over gehad, over die sociale democratie. Een democratie die asociaal is, die totaal niet geïnteresseerd is in de, laten we zeggen, de sociaal-economische verschillen tussen mensen, is helemaal geen democratie. Amerika is helemaal geen democratie. Sommige punten is het misschien een democratie lokaal. Maar als geheel is het geen democratie. Democratie is een heel problematische zaak. Ook Nederland is een democratie, maar in beperkte mate. Iedereen weet dat als je miljonair bent, niet waar, dat je een andere rol hebt in de rol. Dat je anders behandeld wordt en andere mogelijkheden hebt in de samenleving dan iemand die drie hoog achterin, weet ik veel, waar woont. Ja, maar die kan natuurlijk ook miljonair worden. Nou, dat kan, maar die kansen zijn wel bijzonder klein. Ik word gebeld. Overigens zijn die kansen in Amerika waren ooit groot, maar die zijn veel kleiner geworden. En bij ons zijn de kansen dat je dat lukt, die zijn in Nederland groter dan in de Verenigde Staten, maar dan nog. Maar ja, je kunt naar die quote 500 kijken. Daar zijn er zitten wel wat mensen bij die op eigen kracht miljonair zijn geworden. Ja, maar dat kan die man in die flat zou dat natuurlijk ook kunnen bereiken. Nee, nee. Nee? Nee, ik denk als je de achtergronden bekijkt. Ook dat miljonair worden is vaak natuurlijk een betrekkelijke toevalligheid. Oké. Je hebt een leuk ideetje, wat valt goed. Denk aan die miljarden die John de Mol en hoe heet, Van de Ende verdiend Joop, hebben. Ja. Met de verkoop van Endemol op een heel uniek gunstig moment. Door die Telefonica en dat bedrijf is later eigenlijk weggegleden, naar beneden gezakt. Ik meen dat John de Mol voor een habbekrats de restanten van zijn eigen bedrijf heeft teruggekocht. Ja. Dus ja, wat zullen we daarvan zeggen? En natuurlijk, het gaat niet om in een democratie om de kansen die je hebt om miljonair te worden. Het gaat om de kans die je hebt om als modale burger een fatsoenlijk modaal burgermansleven te kunnen leiden. Als het erom gaat dat je mikt op miljonair worden, dat zou ik heel, net als mensen die erop mikken om beroemd te worden, dat is een lange leidensweg en dan word je tenslotte beroemd en dan heeft dat verder ook niet zoveel betekenis. Ja. Een groot verbreider van kletspraat. En als mij straks wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. Begin februari van 2002 gaf Fortuyn een interview aan de Volkskrant, waarin hij meldde aan de lezers dat Nederland vol was. Maarten Verossum over het populisme. En nou had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was. Want dat was natuurlijk, ja, begrijpt u, metaforisch voor het idee dat er komt niks meer bij. Nou, wellicht hier en daar nog iemand, maar in ieder geval geen islamieten meer. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.